Hallo iedereen, ik ben Tonnetje en Postauto 999. Wij zitten, ik ben al verder, met z'n tweeën. In een server nee. Met mijn Let's Play en jij bent stil voor het spel. Bitch. Ah, een soort. Ah, ik heb praten. Op een singleplayer ging het niet heel goed, zeg maar, de wereld ging een beetje kapot. Best wel kut, overhartigd door de creepers. Nee. Ik vond het echt niet leuk. Dus, nu zitten wij op de server. De modpack is geüpdate. Cheats. En ja, een huisje gebouwd. We hebben nu al wel wat dingetjes. Dus ik ga jullie een tour geven wat wij allemaal al hebben gedaan met z'n tweeën. En nou ja, vrienden. Waarom span je alles in? Die heb ik niet ingespand, die heb ik gevonden. Oh, weet je, Quid. Jammer. Waarom moest je mijn enige vriend vermoorden? Nou, bedankt. Dat is wat je denkt. Kom je niet meer in. Ik voel ik me beledigd. Nee, nu kom ik ook niet in, ook niet. Plastic, kom ik zo maar terug. Oké, okay, dat is goed. Doei. Oké. We hebben een alloy furnace gemaakt. Alloy furnace, ja. Ja, je bent binnen. Wacht op mijn terug, Jason. Een alloy furnace, heb je recipes. Hiermee kun je van allerlei red power spulletjes maken. Brass, tin plates, blue alloy. Ah, of nee, dat is awesome. Ja, dat weet ik niet eens. Maar, oh, hier kun je ook dingetjes terugsmelten. Maar optionele dingetjes. Oké, cool. Oké, Jason, wat nou met dat creative gedoe? Doe helemaal niks. En haal die J-shit hier weg. dat heb ik niet gedaan. Nee. Hij was het. Kijk dan als ik... Oké, wat hebben we verder gedaan? Nou, we hebben chests gemaakt. Radio. Ik weet niet of jullie het kunnen horen. Radio. Even kijken of mijn sounds en mijn sounds zo worden gehad. Teken. En een jumping table gemaakt. Nou, dan weten jullie vast allemaal hoe het allemaal werkt. Hier hebben wij... IC2 spulletjes gemaakt. Industrial Craft 2. Rotary Macerator. Wat dit doet is, je pakt een oor. Stopt het in. Dan de twee dust. Uitgepompt door een wooden of een redstone engine hier. En een wooden pipe is uitgepompt. Zo, en komt uiteindelijk hierin. Dat gaat in de induction furnace. Dus dat is gewoon een hele snelle furnace. Gewoon maar opstelling. Oep. Dus dat is gewoon heel snel. Maar verder niks. Zoals je ziet gebruik ik geen kool of zoiets. Dat heb ik duidelijk nog wel uit. Extract. Jezus. De extractor. Die zorgt ervoor dat je van sticky resin, dat je van boelbomen krijgt. Die gebruikt zijn. Dat was veranderd in 3 rubber. Rubber heb je nodig voor kabels te maken. Kabels, daarna wil ik dat ook nog wel zien. Compressor, waarmee, ja. Het is een compressor. En ik heb een, ik heb deze machine. En een plate bending machine. Daar maak je plates. En god, klik erop met je kut vriend. Het is mijn enige vriend. Oh. En ik vind jou geen vriend als jij mijn andere vrienden vermoordt. Nee, dat zou ik jou ook niet vinden. Denk ik. Ja, hier zit een gemolde tank. Die ga ik net allemaal mollen. Want, oh, heb je serieus een tweede dingetje gemaakt? Dus ik zou niet op uit. Een tweede wat? Een tweede zo'n dingetje. Zo'n ender tank. Ja, dus dit is een ender tank. Wat dit doet is
Het is een tank, zeg maar, dus je stopt er dingen als lava in. Maar daar zal zien hoe je ook dat doet. En dan komt dat dus in die tank te zitten. En plaats je dezelfde, of plaats je ook zo'n tank ergens anders, hebben ze dezelfde inhoud. Dat is wel handig. Ik zal niet naar beneden lopen. Nee, want dan ben je een laaie beer voor. Ik help. Oké, maar... Waarom heb jij trouwens al een diamond drill? Omdat ik veel meer awesome ben dan jij. Dus ik maak alle crappy stuff? Zoals rotary macerators, induction furnaces en al die stuff die we nodig hebben. En jij maakt gewoon voor jezelf een diamond drill. Ik heb één diamond drill gemaakt en ik had dus een labpack nodig. Maar dan mag je ook als je dat... Ik ga dadelijk geen naam Steve's Craft Tool als ik... Dus de blog tool, zeg maar, een beetje op plek. Ah, nee, ik vind het goed. Ja. Ik weet mijn plek. Ja, dat klopt. En hierboven zie je twee solar panels. Met ultra low voltage cable. Dat zorgt ervoor dat elektriciteit die hier door wordt gegenereerd naar dit blok gaat. Dat is een MID. Dus je ziet, zit hier dus 600.000 EU in. Energy units. En daarmee kun je dus al deze machines hierboven, dus induction furnace en rotary macerator. Elektriciteit geven. Dus dat is heel handig. Hier zie je een copper cable, gewoon normaal. Copper cable zeg maar. Dit geeft, zoals je ziet, out 128 EU-prik. Wat dat gaat doen met deze machines, is de machines gaan exploderen, want ze kunnen niet zo'n hoge voltage zijn. Dat heb je, ja, dat heb je ook gewoon in echt leven, zeg maar. Dus, nou, we hebben ze hier ook gedaan. Wat je dan moet hebben is een transformator, of dit is hier dan een LV transformer. En LV staat voor low voltage. 128 EU prik is medium voltage. Low voltage is 32 EU prik. En 1 tik is 1/20ste van een seconde. En ja, dat is Minecraft mechanic. Dus hoe krijgen we dus elektriciteit? Nou, van twee solar panels. Die leveren niet heel veel elektriciteit. Je ziet hier ook nog een tweede kabel lopen. Die gaat naar dit dock. Dit is een thermal generator. Een thermal generator genereert veel meer elektriciteit dan een solar panel. Dit wordt dus met lava. En je ziet dus die tank erop staan. Die dumpt zijn lava hierin. Wat cool is aan deze tank. Als je het blauwe of rondje omlaag hebt staan. Zoals je hier ziet. Dan laat die als een liquid. Als een lava gewoon automatisch uitlopen. Als het omdraait door rechts op dit kubusje te klikken. Dan is het blauwe boven. En dan zie je hier dat de liquid amount, dat dit dus omlaag gaat, dan heeft het dus geen lava meer. Hier rechts op pikt, hier omlaag, best wel cool trouwens, dan zit hij weer vol. Dus zo werkt dat, dit moet echt even fixen. En hoezo zit hij? Oh, ik snap hem. Wat? Ik snap hem. Soaring chests. Oh nee, eigenlijk dat is het niet zo. Oké, maar... Bitch. Waarom mooi jij ons huis? Gewoon plezier. Mooi niet, ik maak het voor jou gewoon moeilijker uit te komen. Kan jij toch niet de kant in? Je kunt het gewoon normaal doen, gewoon helpen met spulletjes. Nee. Dat is ook wel erg moeilijk en zo. En god. Oh ja, trouwens. Nee, dat is mijn vriend. Voordat ik het vergeet. Oh, wacht even. Kun je me even één stone aangooien? Gewoon een normale smooth stone. Ja, een smooth stone. Voor als je ooit genoeg minium hebt.
bitch. Oké, maar dat is op zich best wel goed. Maar zoals je ziet zit ik ook op de texture pack. Dus de swag, texture pack en... Shit. Hoe verander ik dit terug? Heb jij ook al een medium stone? Tuurlijk. Hoe hadden we anders die blazeholtjes kunnen doen? Oh, waarom weg? Maar hoe scroll je dan? Je zou op geen moeten kunnen klikken, maar dat doet hij dus niet. Dat vind ik wel. Oh, bij mij wel. Oh, dan klik je zo op geen. Ja, precies. Oké. Ik heb later wat spells van jou. En ja, ik ondertussen eventjes dus wat gat. En we moeten echt snel onze chests kunnen draaien. Of dus genoeg hout krijgen om onze barrels. We gaan een barrel sorting tussen maken. En ja. Dat is wat wij gaan doen. Nou. Ik hoop dat jullie gewoon willen kijken naar zo naar ons SP. Ook al ja, is hier een beetje fout gegaan aan het begin. Het kan wel feit gebeuren, wat zeg ik dan. Yeah. Oh ja, dat moet je nou laten zien naar de water te gaan doen. Want wat is nu de grootste bron van water in Minecraft? Dat is de natuur en Jason Space. Dat is natuurlijk de Nether. Ik heb zo weinig ruimte in het daar. Oké, dus nou, Nether. Dit is een linking boek. Je pakt een boek. Je gaat dus naar een andere dimensie toe, dus Nether of de End of Mistwalk dimensie, waar we later nog bij komen. Dan ga je erin staan, dan pak je een boek, stop je in de crafting table of gewoon in je kleine vierkant crafting tableetje. En dan krijg je daar een linking boek. Als je het zwarte stukje pikt van linking boek, dan teleporteer je naar de plek waar je hem hebt gemaakt. En oeh, dus en ik vind nieuwe comment is dus tpx en dan 0 en dan ben je dus naar een dimensie in plaats van naar een speler. Nu wel. Oh, lag. Oké, dan is het dit boek. Ja, precies. Hier, dit is een junk loader. Die had dus junks geladen. Junks zijn 16 bij 16 gebieden in de microwereld. Dan zouden jullie op zich wel moeten weten. Dit zijn resin engines die zo... Jij wist het ook niet hoor, toen jij je eerste mod maakte. Jawel, toen al wel. De eerste mod natuurlijk. Ja, met die Superman mod. Ah, zo. Yeah. Nee, maar oké. Okay. Maar dat is een 16-16 gebiedje. Maar jij wist het trouwens daarna ook nog steeds niet. Dat is niet wat we nu gaan zeuren. Maar, dus, Rustle Engines, die geven Minecraft Jewels, weer een ander soort van energy, aan pomp. Wat je creëren, moet ik jullie laten zien. De pomp heeft hier een enorme pijp naar beneden, die dus lava in gaat. Terwijl als ik een render distance een beetje opzet, dan zou ik hopelijk niet moeten crashen. Nergens, ja, kijk. Hier zie je zeg maar de cirkel al zo een beetje komen te staan van het gebied dat die pomp wegzuigt. Zie ik omdat ik een enorme cirkel waar al het water dadelijk weg is als we dit lange tijdje laten staan. Je ziet dat er nog bijna niks weg is, omdat er een paar bewegingen zijn in het water. Water? Heb je ook al water gedaan? Oh, zeker het water. Ik bedoel de lava. Ja. Ik bedoel de lava.
praat of zo makkelijk komt. Is die lekker? Jason is van. Echt. Jason, waarom ben je eigenlijk Forever 11? Dat snap ik niet. En haal nou die kut obsidian naar weg. Van Rendel is een spaar af. Zo. Item. Te veel random junk in trouwens. Wat maak jij trouwens, Jason? Oh, gewoon. Ik heb nou een insert stone in mijn hand, wat? Ja, klopt. Ik dacht dat jij nog geen minium stone had. Ik heb meer glas nodig. Oh, ik heb nog wel glas op me. Oké, ik geef je echt de item chest. Waarom zit hier ook een ding op te zien? Oké, trip. Dat is wel heel fijn. Oké, dit is. Oké, ik word er ziek van. Van die radio. Nee, je moeder. Ja. De SASO 6.1.7 is best wel alleen in het kamp. Oké. Ik heb de kans op een nano saber, deze werd ook op EU. Wat ik doe is, ik zet dit in mijn... Nee, niet doen! Nee, maar zo op zich best wel cool. Dit is een echt super sterk zwaard. En het werkt dus op EU, maar wat je doet is, je zet dit zwaard in een... En in een MMV, of een MFSU, 1 van de 2. En... Dan charge dat zeg maar, dus dan krijg je daar een EU in zitten en heb je in gebruiken. Zelf geldt met de Diamond Drill. Als het geen EU meer heeft, dan werkt het niet meer. Som. Maar Nano Saber heeft heel veel EU nodig om te werken. Dat is wat wel zonde. Maar ik was dus bezig met een card assembler te maken. Van de Sleeve Scars. Ik heb heel veel simpele PCB's. Jason, wat ben je eigenlijk aan het wachten? Daar kom je zo meteen achter. Bedpack. Nee. Ik ben benieuwd wat je maakt. Maak niet iets doms waar je daar spijt van krijgt. Nee, ik denk het niet. Oké, dat is mijn vertrouwen. Mag ik trouwens op gold? Gold. Ligt dat tussen? Nee, niet. Serieus niet? Nee, niet. Nee. Jawel. Ik heb je 35 gold aangerooid. Is niet hier. Is niet hier. Wat? Kijk maar even in je inventaris, allemaal. Ik heb 0 gold. Heb je... Zit je op creative? Nee. Nee, ik niet, nee. Ja. Ik heb 0 gold in mijn inventaris. Sla maar. Ja. Slaat nu met rechtsklik. What the shit? Dat doet echt... Ik heb nu volledig iron armor en dat doet echt gewoon 4 hartjes schade met 1 slag. Ja. Nee, oké. Okay, maar weet jij zeker dat je mij naar de gold wilt gooien? Ik zie helemaal niks. Ja, dat weet ik echt 100% zeker. Nee, niet. Oké. Okay. Heb je het niet via je rechterkant? Oh, lag. Oké, dan is het dit boek. Nee. Ja, precies. Hier, dit is een junk loader. Die had dus junks geladen. Junks zijn 16 bij 16 gebieden in de microwereld. Dan zouden jullie op zich wel moeten weten. Dit zijn resin engines die zorgen... Jij wist het ook niet hoor, toen jij je eerste mod maakte. Jawel, toen al wel. In je nog items. Dat kan best wel op zich. Moet je even 35
gold pakken. We hebben dus echt meer gold nodig. Ik hoop dat Daan snel online komt. Die zit op deze server. En dan moeten we wat trade posts maken. Zodat wij Jason. Ik ga een ijsje pakken, heel even wachten. Nee. Jason gaat een ijsje pakken. Ik ga nog een beetje krachten. En dan zie ik jullie de volgende keer. In de volgende episode. Doei!